Martiaanskruid. In een ouderwetse boerderijbiotoop vinden de oud ouderwetse dingen krekkers Sint-Jaanskruid. Het is een onooglijk plaantje met klein geel bloempjes dat genoemd is naar de heilige Johannes de Doper. Als goede katholiek zijn de kinderen vast nog wel. Johannes was Jezus zijn achterneef. Zijn geboortedag was de 24e juni. En dan begint nou krek het Sint-Jaanskruid te bloeien. In de bloempjes van het Sint-Jaanskruid zit nog oud het bloed van de heilige Sint-Jan in. Als je op zo'n geel bloempje of op zo'n bloemknopje nept, dan komt het bloed van de heilige Sint-Jan daar nog oud uit. Heel donkerrood. Hier moeten we maar eens kijken. Hier heb ik zo'n knopje. Doe je dat kapot knijpen. Kijk toch eens, al het bloed van de heilige Johannes. Dat komt omdat een heilige Johannes de Doper ongeveer 2000 jaar geleden onthoofd is geworden. Ook al had hij helemaal niks niet gedaan. Och, germ die je Sint-Jan toch waar, met zijn onzalig eind aan zijn leven. Maar dat Sint-Janskruid is een heel sterke kruid. Het houdt een duvel wijte weg. Die is daar hartstikke bang af. En daarom heb ik allemaal Sint-Janskruid rond mijn boerderij gestaan. Ter begrepte. De duvel weghouden, dat is nog niet het enigste wat dat plaantje doet. Het houdt ook een bliksem weg, het wellicht. Om die reden hang ik alle jaren een tekstje Sint-Janskruid om mijn voordeur en één om mijn achterdeur. Dat deed niet vroeger allemaal waar. Ik weet zeker dat het goed helpt, want er is nog nooit niet een bliksem in mijn boerderij ingeslagen geweest. Sint-Jan is zundzat oud de laatste dag dat er experi wordt gestoken. En daar hou ik toch zo van experi, hoor. Hoe toch zo zalig. Slijpsperrie met aardappelpuree, goeie boter, een schijf ham of gerukte zalm en een paar aaier. Laat mij maar schuiven. Hier bij ons op het Vlijmers Klapzaan strikte het vroeger al de moord van de experi. Het was hier vroeger één experiveld na de ander. Van de veenkant af zagen niks als overal experibedden en experistekers. Des vandaag de dag zunt zat heel anders. Je ziet ze in Van Baaien nergens niet meer in Vlijmen. Maar gelukkig zijn rond Sint-Jan de rode beziën al bekwam. Des dan weer een troost, vind ik. Want die eet ik ook heel graag. In Duitsland zijn die Johannesberen gegieten. Dat is Duits van Johannesbezië. Van Sint-Janbar. Vroeger stonden heel Vlijmen en Keuk vol met rooibeziebossen. Maar nou ook al niet meer wat. Gelukkig heb ik ze oud nog wel. Kijk maar. Dus je kan ze weer komen plukken hoor. En als je wilt, meepesaand een tekstje Sint-Janskruid meevatten. Voor aan de deur. Tegen de bliksem en de duvel. Houden we? Gingen ze het pompen, maar daar stond een boek. Oude Jan en